Hoi, wat leuk dat jij weer een aflevering bij mij komt kijken van Stardew Valley. Ik speel vandaag dag 21, 22, 23 en 24 van de zomer. Ik vind Stardew Valley echt een heel leuk spel, omdat je er gewoon leuke onderdelen in hebt zitten, zoals een boerderij verzorgen. Dus je laat van alles groeien en je gaat het oogsten. Ja, eerst moet je natuurlijk water geven, elke dag oogsten, verkopen. Je kan stallen kopen voor kippen, voor koeien, voor geiten, voor schapen, voor konijntjes. En je kan mijnen, je kan vissen. Nou, dat vind ik natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ik ga even kijken of ik een gerecht leer op de tv. Ja, The Queen of Sauce. Daarmee kan ik een gerecht leren. En ik heb alleen nog geen keuken, dus ik kan nog niet koken. Maar dan leer ik al wel vast de gerechten. Even kijken hoe het weer morgen is. Hè, wat jammer, ik had gehoopt dat het morgen zou gaan regenen. Ik begin de dag eerst met wat basisdingen. Eten gooien in de preserved jars om mijn geld te verdubbelen. Want daar krijg ik zoveel meer goud van dan wanneer ik ze zomaar zou verkopen. Ik zorg voor mijn katje. Ik ga weer een nieuwe copper bar smelten. Want dan kan ik straks weer mooi mee gaan craften. En dat ga ik ook maar gelijk even doen. Want jullie weten, ik wil graag een sturgeon vangen. En daar heb ik een trap bobber voor nodig. En die ga ik dus craften. Kijk, hier daar had ik dus ook mijn copper bar voor nodig. Ik stop mijn trap bobber gelijk op mijn vishengel. En dan kom erop met die sturgeon vandaag. Ik moet ook voor de kippen zorgen. Ja, ik was inderdaad gisteren vergeten het deurtje dicht te doen. Even kijken, ik hoop maar niet dat er al een kip is opgegeten. Ik zag er net maar twee buiten. Ik hoop wel dat ik ze alle vier nog heb. Even kijken, ik moet zo weer wat ijzer erin doen. Of wat copperbar erin doen. Nou, weer wat trash zojuist in mijn recyclingmachine gedaan. Trash, wat je van het vissen krijgt, gooi ik meestal niet weg. Ik bewaar ze totdat ik een recyclemachine krijg uit een van de bundels. En zoals je ziet krijg ik wel handige dingen. Met kool ben ik natuurlijk altijd blij. Dan is het tijd om de boel te oogsten. En kan ik het zo meteen weer allemaal gaan verkopen. En het water geven kan ik best wel beter 's avonds doen. Vooral nu ik overal lichtjes heb geplaatst, kan ik dat best wel goed zien 's avonds. Ik ben nog niet klaar met harvesten, maar je ziet, ik krijg wel handige dingen. De gouden sterren en de zilveren ster dingen, die plaats ik hier in mijn kist. Want die gooi ik liever in de preserved jar. En die ga ik niet zomaar verkopen. Als ik zomaar verkoop, dan krijg ik de basisprijs ervoor. Terwijl als ik ze in de preserved jar stop en ze komen eruit, dan wordt het goud verdubbeld. Dan zijn ze twee keer meer waard, plus 50 goud. Dus dat doe ik veel liever dan dat ik ze zomaar verkoop. De geen ster ingrediënten die ik oogst, die verkoop ik wel. Ik zie twee leuke bloemetjes om te pakken. Nou, mooi, die gaan we dan aan mensen cadeau geven. Dan vinden ze me weer wat aardiger in het spel. Dan worden we weer beter vriendjes. Ik ga natuurlijk ook mijn spullen verzamelen voor goud. Kijk hier, ik geef hem dus een bloemetje cadeau. En dan wordt hij weer wat meer vriendjes met mij. Ik heb weer genoeg daar om te oogsten, zeg maar, om daar te verzamelen uit mijn crabpots. En daar moet dan weer een nieuwe bait in. En dan heb ik morgen weer nieuwe dingen om te verzamelen uit de crabpots. Dan ga ik gelijk naar het viswinkeltje, want daar kan ik het dus verkopen. Ik zit eraan te denken om vissoep te kopen, want daardoor gaat mijn fishing omhoog. En misschien kan ik daar wel de sturgeon mee vangen. Ik koop ook een heleboel bait. En dat gooi ik natuurlijk op mijn vishengel, want dan vang ik sneller vissen. En wie weet vang ik dus sneller een een sturgeon. Ik koop een vissoep erbij. En dan, dan ben ik helemaal klaar. Ik heb bait voor mijn hengel. Ik heb een trap bobber al op mijn hengel geplaatst. Vissoep. En hier gaat het dus allemaal vast wel mee lukken. Kijk eens aan. Burgemeester, jij ook een bloemetje cadeau. Dat vindt hij wel heel erg leuk. Eens kijken wat voor een effect het heeft gehad. Hier kun je zien. Ja. Eén hartje bij de burgemeester. Hij vindt me dus één hartje aardig. Moet mensen nog veel meer cadeautjes gaan geven, merk ik. En laat het vissen maar beginnen. Dit is... Nee, geen sturgeon. Hij is wel wat lastiger, dus het is geen carp. Het is geen chub. Een largemouth bass, denk ik dat dit is. Ja, inderdaad. Even kijken of alles helpt wat ik er allemaal op heb gegooid. Met bait moet ik als het goed is sneller vissen vangen. Ja, dit is hem. Dit is de sturgeon. Ook nog eens met een kistje. Ja, nee, we gaan echt voor de sturgeon.
Dit is de sturgeon. Kijk, met de trapbobber is een trapbobber. Dan ontsnapt hij minder snel. Als ik mijn groene bar niet op het visje weet te houden, dan gaat hij niet gelijk in de rood. Kijk, ik moet het volhouden. Ik ben aan het klikken. Echt als een gek aan het klikken. En daar komt hij. Mijn sturgeon. Yes. Dat is de laatste vis die ik moest hebben voor de bundel die te vangen is in de zomer. De vissen die ik nog moet hebben, die zijn of in de herfst te vangen of in de winter, dacht ik. Nee, volgens mij in de herfst en in de winter. En dan moet ik nog specialty vis vangen. Eén kan ik alleen in de woestijn vangen, maar ik kan nog niet naar de woestijn toe, want de bus is niet gerepareerd. En daarvoor moet ik eerst alle bundels complete hebben voor de busstation. En dan kan ik naar de woestijn. En dan kan ik daar dus volgens mij sandfish moet ik daar vandaan halen. Ik moet een vis uit de mijn hebben. Ik moet een woodskip hebben uit de Secret Forest. Nou ja, daar heb ik nu toegang toe tot de Secret Forest. En ja, dus die drie specialty vis moet ik nog hebben. En één herfstvis en een wintervis. Ik ben natuurlijk veel sneller klaar met vissen dan ik had gedacht. Ik had niet gedacht dat ik hem zo snel zou vangen. Ik heb nog niet eens mijn vissoep gegeten. Even kijken, wat kunnen we nog meer gaan... Ja, ik kan binnenkort een barn gaan kopen voor 5000 goud. Het goud vliegt al naar mij toe, dus dat gaat wel lukken. Hebben jullie leuke namen voor koeien? Bij een barn kan ik 4 koeien kopen. En dan zou het leuk zijn als ik ze echt extra leuke namen kan geven. Kunnen jullie dus leuke namen bedenken voor koeien? En ik kan ook, ik denk in de herfst al een stal. Dat doe ik wel liever eerst. Eerst een stal. En dan krijg ik een paard waarop ik rond kan rijden. En dat gaat veel sneller dan lopen. Ik weet niet zeker of ik het paardje ook een naam kan geven. Maar als ik het een naam kan geven, hebben jullie daar ook een leuke naam voor? Hoe zal ik mijn paard noemen? Hier zie je dus de stable. Die wil ik het eerst hebben. Kost 10.000 goud, 100 hardwood en zoveel iron bar. Nou, hardwood kan ik dus hakken in de Secret Forest. Dus ik denk dat ik daarvoor ga. Dat wil ik wel in het begin van de herfst. Ik kan ook een big coop gaan kopen. Daarin kunnen dan 8 dieren, want nu kan ik er maar 4 houden. En dan kan ik ook eendjes krijgen. Dus dat zou ook nog wel leuk zijn. Eendjes voor in mijn hele grote big coop. Ik had een zonnebloem vandaag geoogst. Die kunnen we dus inleveren bij de dye bundle. Daar moet ik er nog 3 van. Aquamarine. Volgens mij heb ik een aquamarine. Dakverder heb ik natuurlijk nog niet. Ik heb nog geen eendjes. En een red cabbage. En dat is een probleem met die red cabbage. Die is pas te koop in zomer in het tweede jaar. En dus in de zomer in het eerste jaar is hij nu nog niet te koop. Maar ik probeer wel steeds naar de trading card te gaan. En die is er geloof ik op vrijdag en zondag. En misschien heb ik geluk en kan ik daar een red cabbage kopen. En dan kom ik natuurlijk bij mijn sturgeon. En mijn bundel is complete. Heel erg gaaf. En dan krijg ik weer een cadeautje. Je ziet nog 3 bundels die ik nog niet klaar heb. De bovenste 3 die je daar ziet. Die moet ik dus nog completen. Ik krijg een spinner voorbij het vissen. En die helpt me natuurlijk nog bij de volgende. Bij de 3 bundels die ik nog niet klaar heb. Het is vandaag zondag. Dus de trading card is er. Laten we eens kijken of ik geluk heb. En die vandaag een red cabbage verkoopt. Hier zie je... Kijk, ik had gewoon een sturgeon kunnen kopen. Veel makkelijker dan alle moeite die ik tot nu toe had gedaan. Maar ja, goed, dat wist ik ook niet van tevoren. Een rare seed. Hoewel ik eigenlijk liever wil sparen voor andere dingen, zoals de barn en de stable, ga ik toch even 1000 goud hierin investeren. Want nadat ik het geharvest heb, dan krijg ik iets wat veel meer waard is. Dat is ongeveer 3000 goud tot 4500 goud waard. Dus dat is wel een mooie investering. 1000 goud minder op mijn teller, maar wel een rare seed erbij. Loop ik verder naar links. Hier is de Secret Woods. En hier kan ik hardwood hakken. Door op deze logs te hakken krijg ik 2 hardwood per log. Nou, hier moet ik dus eigenlijk proberen zoveel mogelijk langs te komen. Want je zag al, voor een stable heb ik 100 hardwood nodig. En dan, er zijn hier 6 logs iedere dag. Dus ik kan iedere dag hier 12 hardwood harvesten. En dan moet ik dat dus een aantal dagen achter elkaar doen. Totdat ik aan die 100 hardwood ben. En dan heb ik nog 10.000 goud nodig. Om mijn stable bij Robin te bestellen. Ik kan hier, er is hier een pontje en daar kan ik gaan vissen. En daar moet ik dus een specialty fish vangen als bundel. En dat heet een, hoe heet het ding ook alweer? Een woodskip, geloof ik.
ik zit propjevol. Ik moet dus terug. Oh, kijk. Ja, ik zit echt propjevol. Je ziet, ik kan al 3 sinaasappels harvesten. Hartstikke gaaf. Daarvoor moet ik er ook eentje inleveren bij de aliens. Je ziet allerlei sappen aan de bomen, maar ik zit propjevol. Al die spulletjes moet ik straks maar gaan harvesten. Want zoals je ziet, ik heb nog niet eens al alles hier gepakt. Ik heb nog niet eens alles water gegeven. Dus ik moet even druk aan de slag gaan. En dat hoop ik dat het me lukt zonder dat ik weer ga flauwvallen. Ik ben nog niet klaar met water geven zoals je ziet. Maar ja, het is echt al heel erg laat. Ik moet eigenlijk nog van alles doen. Ik heb kippenhok ook weer niet dicht gedaan. Maar ja, ik wil niet weer flauwvallen. Dus ik hoop maar dat de kippen vandaag niet gegrepen worden door de vos. We gaan slapen. En kijken. Level up! Foraging. Al die bloemetjes natuurlijk die ik gepakt heb. Ik heb weer nieuwe crafting recipes. Vooral die lightning rod is erg handig. Want daar kan ik batterijen van krijgen. En dat heb ik dan weer nodig voor de volgende sprinklers volgens mij. Ik weet het niet meer. Ik heb batterijen in elk geval nodig. Maar die lightning rods kan ik nog lang niet craften. Daarvoor moet ik iridium ore kunnen mijnen en iridium bar kunnen smelten. Maar iridium ore kun je pas mijnen in de moeilijke mijn in de woestijn. Maar daar kan ik nog niet heen, want mijn bus is niet gerepareerd. En ik heb nog geen sleutel gekregen om naar die woestijn te gaan. Ik ben nog niet hoog genoeg in mining. We beginnen weer een nieuwe dag, dag 22. Ik speel nog dag 22, 23 en 24. En ik moet nog enorm veel doen vandaag. Ik moet al die spullen binnenhalen die we de vorige dag zagen. Kijken of mijn kippen nog leven. En natuurlijk weer de boel verzorgen, water geven en oogsten. Mijn kat heeft alweer knuffeltjes gehad en water. Even kijken, zie ik hier al mijn kippen? Ja, dat is 1, 2, 3... 4 kippen. Nou, gelukkig. Ze zijn niet opgegeten door de vos. Porrie is niet zo blij. Tokkie heeft al een half hartje. Henny Hen is niet zo blij. Ja, ik vergeet iedere keer het deurtje dicht te doen natuurlijk. En Lulu heeft al een half hartje. Ik moet druk aan de slag. Alles moet hier geoogst worden zoals je ziet. Ik heb hier bessen om te oogsten. Ik heb hier hops om te oogsten. Ik zie zonnebloemen om te oogsten. Ik zie hot pepper om te oogsten. Ik zie poppy, dat zijn bloemen om te oogsten. Ik moet hartstikke veel doen. Hey, kijk eens aan. Ik zie een starfruit die ik kan oogsten. Kan me eens herinneren dat ik hem geplant heb. Een starfruit. Wat doet het precies? Nou, het geeft me ontzettend veel energy zoals je ziet. Heel erg handig als ik in de mijn ben. Ik denk dat ik het liefst wil verkopen. Kijken hoeveel het waard is. Maar ja, dat is wel weer heel erg tof natuurlijk. Oef, kijk eens naar de tijd. Ik heb echt een watersysteem nodig. Want dit duurt wel heel lang. Vooral als alles ook nog eens te oogsten valt. Ik heb de meeste dingen al in de verkoopbak gegooid. Omdat ik steeds ruimte tekort kwam. Kijk eens mijn starfruit. Wauw, dat was wel veel goud. Heel erg tof. Kijk eens naar al mijn goud. Ik heb 9000. Ik heb bijna genoeg voor een stable. Ik hoop dat jullie alvast leuke paardennamen voor me weten. Oké, nou laten we eens kijken waar we vandaag alvast een beetje goud in gaan steken. Oeh, ik kan die boom kopen. Ja, ik heb inderdaad nog een pomgranaatboom nodig. Want het duurt 28 dagen voordat hij volgroeid is. En daarna pas gaat hij fruit geven. En ik heb in de herfst een pomgranaat nodig. Of 2 zelfs volgens mij om in te leveren bij de alien. Bij de aliens als bundel. Dus als ik nu vast mijn pomgranaat koop, dan kan die nu nog 6 dagen groeien. En dan nog 22 dagen in de herfst. En dan heb ik aan het einde van de herfst kan ik wat pomgranaten plukken. Dus ik haal daar niet al te veel geld uit. Want dat had ik het veel eerder moeten kopen. Maar ik kan wel vast mijn bundel completen in de herfst. Dan kan ik nu eindelijk naar beneden lopen om de boel hier te gaan oogsten. Ik ben even een paadje naar beneden aan het maken. Want door het gras loop je niet zo heel snel. Kijk, en ik kan natuurlijk ook mijn sinaasappels oogsten. Ik geef een schop tegen de boom en dan vallen de sinaasappels eruit. Elke dag is er dus eentje om te harvesten en dan maximaal 3 blijven er bewaard. En dan zoek ik weer een nieuw plekje voor de boom. Er moeten alle 8 plekjes om de boom heen moeten leeg zijn, dus daar mag niks staan. Ik weet niet of dit mag of dat ik te dicht op de boom zit, maar ik kan het gewoon beter proberen en dan geeft hij vanzelf aan of het wel of niet mag. Nou, ik klik gewoon. En nee, inderdaad. Het mag niet. Too close to another tree. Te dicht op een boom. Eentje ernaast. Dat mag wel. Nu heb ik al 3 bomen om te kunnen oogsten. En dat zijn de bomen waar ik de spullen ook van nodig heb voor mijn bundels.
Ik loop weer naar links, want ik ga weer hardwood ophalen voor mijn stable. 100 heb ik nodig om een stable te laten bouwen. En zoals ik al zei, hier kan je dus vissen en hier kan je een woodskip vinden. En dat is een van de specialty fish die ik dus moet hebben voor in mijn bundel. Ik denk niet dat dit hem is, want dit is wel heel erg... Nee, hij is wel wat lastiger dan de meeste vissen. En laten we kijken. Yes, dit is hem. Een woodskip. Nou, heel erg mooi. Precies wat ik nodig heb voor mijn bundel. Even kijken of ik er nog eentje kan vissen. Want die bewaar ik natuurlijk altijd eentje extra in mijn kist. Voor als mensen een keer een cadeautje willen. Ja, ze zijn wel ietsje lastiger, maar ze zijn veel makkelijker dan een pufferfish. Ik eindig deze dag door even weer wat meer spullen te planten. Want dat heb ik natuurlijk nodig voor de bundel. Mijn excuses trouwens, vandaag is een beetje een lawaaierige opname. Komt omdat ze weer aan het werk zijn bij de tuin in de buren. En ze zijn nu van alles aan het zagen. Dus ik probeerde er langs heen op te nemen, maar het zal me niet steeds lukken. Zo, het is weer nacht. Dus dag 22 is weer ten einde. Hierna speel ik nog dag 23 en dag 24. Level up, way! Ik heb weer farming. Hey, ik kan een seed maken, craften. Dus als je daar zeg maar een plantje in doet, een fruit of zo, dan krijg je gelijk de zaadjes ervan. Een iridium sprinkler, ja, die kan ik natuurlijk niet maken omdat ik nog geen iridium ore heb. En daar heb ik volgens mij ook een batterij voor nodig, zoals ik al net had uitgelegd. En ik kan wel een quality fertilizer craften. Ik weet alleen nog niet wat ik daarvoor nodig heb. Even kijken, hoeveel goud heb ik verdiend? Ah, kijk eens, dat tikt heel mooi aan. Zo kun je zien wat zoveel heeft opgeleverd. Oeh, die pickled cauliflower, 400 goud. Dat was wel heel erg goed. En zo komen we bij dag 23. Ik speel nog dag 23 en dag 24. Mijn katje even geknuffeld, kippenhok. De kippetjes willen allemaal even een eitje over hun bolletje. En daar worden ze weer blij van. En dan het kippenhok natuurlijk weer... open, zodat ze naar buiten kunnen en buiten gras kunnen eten. Het wordt een drukke dag zo op mijn boerderij. Er valt echt van alles te oogsten. Ik zie bessen, ik zie meloenen, ik zie hops, ik zie hot pepper. Het wordt echt een hele drukke dag. Volgens mij zie ik zelfs tomaten. Het wordt echt heel druk vandaag. De gouden producten en de zilveren sterproducten, die bewaar ik allemaal in mijn kistje. Want die ga ik liever in de preserves jars gooien. Want dat is veel meer goud waard dan wanneer ik het verkoop. Eens kijken, ik zie een uitroepteken. Wat voor een quest krijg ik hier? George, die wil een sweet pea. Dat is een bloemetje. Even kijken, nee, die heb ik nog niet. Maar zodra ik een sweet pea vind, weet ik dat ik bij George moet wezen. Ik ga de niet-ster dingen, die ga ik dus hier verkopen. De ster dingen heb ik allemaal in mijn kistje geplaatst, want die ga ik liever in preserved jars gooien. En dan, als het potjes zijn geworden, jam bijvoorbeeld of pickles, dan pas verkoop ik ze voor hartstikke veel goud. Maar nu dus de niet-ster dingen. En de eieren verkoop ik ook nu alvast. Ik ga ze pas houden als ik een mayonaisemaker heb gemaakt, gecraft. Want dan gaan de eieren erin en dan zijn ze veel meer waard als ik ze als mayonaise verkoop. Ik koop natuurlijk weer nieuwe wietzaadjes. Wiet, die kostte maar 4 dagen. Dus die kan ik vandaag nog kopen en morgen nog kopen. En dan geen zaadjes meer kopen. Want dan kan ik ze dus toch niet meer oogsten in de zomer. Kijk eens aan, een sweet pea. Die wil George hebben. Nou, mooi komt dat eventjes goed uit. Het is weer tijd om weer wat spulletjes in te leveren bij de alien. Even kijken, waar moet ik ook alweer zijn? Hier is mijn woodskip van de Secret Forest. Die heb ik in de Secret Forest gevist. En ik zag dat ik nog een orange heb. In de pantry bij de Artisan Bundle plaats ik mijn sinaasappel. Dat is heel erg mooi. Nu nog een appel en een pomgranaat te gaan. Omdat ik ook zo snel mogelijk naar de desert wil, naar de woestijn, wil ik ook hier, kijk, hier zie je bus repair. Als ik al deze bundels af heb, dan krijg ik een bus repair. Deze bundels kosten goud, dus ik heb net een bundel van 2.500 gekocht. Ik heb nog genoeg geld om de bundel van 5.000 te kopen. Hierna moet ik sparen voor de bundel van 10.000 en nog de bundel van 25.000, geloof ik. En dan pas wordt de bus gerepareerd en kan ik met de bus naar de desert toe.
De desert is erg handig, want sowieso kan ik daar vissen. Dan moet ik een desert fish vangen voor mijn bundel, voor mijn specialty fish. En daar is een mijn, maar daar kan ik op zich pas heen als ik alle levels heb gehaald in de mijn waar ik nu iedere keer in zit. Nou, zover ben ik nog niet. Maar je kan ook bij de desert kokosnoten vinden en cactusfruit. En dat is ook wel handig voor sommige verjaardagen. Maar je kon ze ook wel hier inleveren bij de bundels. Alleen geloof ik heb ik die delen al compleet. Dus daar heb ik ze niet zo hard voor nodig. Ik heb George nog geprobeerd te zoeken voor mijn sweet pea, maar ik kan George niet vinden. Ik zag hem bij de dokter naar binnen gaan en dan, daar kan ik natuurlijk niet bij. Dus kan ik hem niet storen. Zojuist weer mijn steel pickaxe gekregen. Die had ik natuurlijk laten upgraden, dus die heb ik nu opgehaald. En dit gaat al hartstikke goed. Heel erg mooi. Dan gaan we maar weer hier thuis aan de slag. Ik gooi steeds 10 hout in mijn kiln, want dan krijg ik 1 kool van. En daar kan ik dan weer heel veel preserves jars mee maken. Ik denk dat ik daar de komende dagen hard aan ga werken om zoveel mogelijk preserves jars erbij te plaatsen. Om nog meer goud te verdienen. Want dan kan ik dus eerder die bundel gaan kopen die ik wil hebben voor mijn bus repair. En het geld wat ik nodig heb voor mijn stable en mijn barns enzovoort enzovoort. Met meer preserves jars, meer tappers en ook kegs die ik nog kan craften. Gaat mijn goud nog veel harder dan nu. Dus daar moet ik maar even mijn best voor doen. Ondertussen plant ik weer mijn wheat. Die duren 4 dagen, dus de 27e zou ik deze allemaal kunnen oogsten wat je hier ziet. Op zich, ik vind het echt een heel erg leuk spel. Leuke dingen om te doen, maar ik vind het ook wel een heel goed spel. Goed voor je ontwikkeling. Je moet zoveel vooruit plannen, want in een dag zitten maar zoveel speluren. En je merkt ook wel bij mij, ik kom gewoon soms echt tijd tekort. Ik ben zelfs al 2 keer flauw gevallen tijdens deze serie. Gewoon door niet goed kijken en niet goed plannen met mijn tijd. Dus dit spel is heel erg goed voor jouw ontwikkeling om je te leren nadenken, stappen in stappen te denken, stappen op te schrijven, stappen te volgen en te leren plannen. Dus daar is dit wel heel erg goed voor. Nou, stel je voor dat je dit spel nou graag zou willen hebben en je wil je ouders overtuigen waarom dit spel niet alleen maar leuk is, maar ook nog eens heel goed voor je ontwikkeling. Laat ze dan dit stukje zien waarin ik dus uitleg dat dit spel dus en heel erg leuk is, maar dat het gewoon heel erg goed is voor jouw ontwikkeling. Want dan zeg je, kijk, ik leer hierdoor plannen en dat gaat me vast wel helpen om ook mijn huiswerk later beter te kunnen plannen. En mijn schoolwerk en mijn werk later. Dus dan kan je dit aan je ouders laten zien en misschien helpt het je. En denken ze van, hey, het is waar. Laten we inderdaad lekker ons kind een spel laten spelen waar ze dan ook nog eens de stress ervaren van alles wat gedaan moet worden binnen korte tijd. En dus vooruit plannen. Degene van jullie die deze serie volgen, nou ja, die zien me eigenlijk alleen maar leuk spelen. Maar wat je niet weet is, terwijl ik aan het spelen ben, liggen echt 3 blaadjes voor mijn neus. Die liggen dan op mijn bureau en dan zit ik iedere keer te kijken van, oh ja, wat moet ik ook weer doen? En dan ben ik steeds aan het afstrepen wat ik al gedaan heb en wat moet er nog meer gebeuren. Dus jullie zien alleen het gezellig spelen, maar voor me liggen echt blaadjes met helemaal alles uitgepland en uitgedacht ervoor wanneer wat moet gebeuren. Nou, je zag me zojuist natuurlijk weer hardwood halen. Dat doe ik dus steeds iedere speldag, omdat ik mijn stable wil kopen. En een stable kost 100 hardwood. En ook dat, hè, is allemaal vooruit plannen. Ik kan niet denken, ik wil over 10 speldagen mijn stable, want dan heb ik nog steeds al dat hardwood niet. Dat moet eerst verzameld worden en dat kan ik niet in 1 dag verzamelen. Want ik kan per dag maar 12 hardwood uit de Secret Woods halen. Dus ook dat is allemaal vooruit plannen. Als ik dus over 10 dagen mijn stable wil hebben, moet ik nu vast beginnen met iedere speldag naar de Secret Forest. En als ik naar de Secret Forest wil gaan, nou, dat moet dat ook allemaal ingepland worden. Want ja, zoals je ziet, het water geven en het oogsten kost ook allemaal heel veel tijd. Dus het is echt allemaal plannen, plannen en plannen. Ik weet niet zeker of ik alles nou goed water heb gegeven. Ik heb niet overal lichten geplaatst, dus ik kan het niet overal goed zien. Ja, dit is natuurlijk een tekortkoming in mijn planning, zoals je kan zien. Maar goed, maar gelukkig ben ik lekker aan het oefenen met dit spel. Ik moet nu wel echt even gaan opschieten, want ik val bijna flauw. Ik probeer nog even heel snel hier een sinaasappel in te gooien. Oeh, dit wordt echt lastig. Ik weet niet of ik het nog haal voor 2 a.m. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 ja. Gelukkig, net op tijd. Eens kijken wat ik vandaag heb bereikt. Dag 24 en ik hoor dat het regent.
even snel tv kijken. The Queen of Sauce. Dan leer ik weer een recept. Ik heb nog steeds geen keuken, dus ik kan nog steeds niet koken. Maar ik leer al wel vast de recepten. Meestal vergeet ik eigenlijk tv te kijken. Maar als ik er aan denk, komt het goed uit. Het regent, dus dit is voor mij echt super geweldig. Ik hoef alleen nog maar te oogsten en geen water te geven. Dus dat scheelt weer, waardoor ik weer voor deze speldag meer gedaan kan krijgen. Ik ben mijn kippenhok weer vergeten dicht te doen. Even mijn kippen tellen. Ze leven gelukkig nog alle vier. De vos heeft ze nog niet opgevroten. Gelukkig maar. Ik geef ze allemaal een knuffeltje. Ik pak een eitje. Ze blijven vandaag binnen, dus het deurtje gaat dicht. En ze zullen vandaag het hooi moeten eten wat dan op het bankje zit. Nou, gelijk ook allemaal mushrooms om te plukken. Altijd goed voor mijn energy. Ik heb van alles geoogst. Ik ga nu even flink aan het hout hakken. Zoals ik al zei, ik wil meer preserved jars hebben. Deze grote logs, die geven ook allemaal hardwood. Dus dat helpt me natuurlijk ook wel bij het krijgen van mijn hardwood voor mijn stable. Maar ik wil het liefst even gewoon hout hebben voor mijn preserved jars die ik er allemaal bij wil hebben om extra goud te verdienen. Het is dag 24 en Willy is vandaag jarig. Willy is de visser en hij wil een catfish of een diamond of een pumpkin of een sturgeon. Deze Old Mariner vindt me nog steeds niet goed genoeg om iets te verkopen. Er valt wel genoeg te vinden op het strand, dat is wel heel erg mooi. Ik zit alleen wel heel erg proppievol. Nou, kijk of ik even, mijn energy is toch laag, dus kan net zo goed even dit eten. En dan kan ik weer iets meedragen en kan ik daar weer extra geld aan verdienen. Zometeen kan ik die crabpots leeghalen en ook weer spullen uitverkopen. Ik ga eerst even mijn spulletjes verkopen om ruimte te maken. In mijn inventory kun je zien dat ik een catfish bij me heb voor de verjaardag van Willy. Kijk, dit schiet al wel weer op met het goud. We geven Willy mijn catfish en hij is heel blij met een verjaardagscadeau. Nou, heel erg mooi. Dan nog de spullen uit de crabpots halen en weer verkopen. Kijk, dit is dus heel handig. Ik heb mijn beet eigenlijk altijd nu in mijn vishengel zitten, waardoor mijn beet nooit een extra ruimte inneemt. Dus zo kan ik iedere keer heel erg handig beet bij me hebben. En dan de crabpot ermee vullen. En dan stop ik mijn beet weer terug in mijn vishengel. Moet wel met de rechter muisklik trouwens. En dan kost het me dus geen extra plek. Ik zie dat ik al best lang tegen jullie aan het praten ben. Dus ik heb even flink wat geëdit. Ik ben naar de Secret Woods geweest om natuurlijk mijn 12 hardwood te verzamelen. Het is 's avonds. Ik duik even de mijnen in. Ik ga waarschijnlijk geen level 60 halen. Maar dat geeft niet. Ik wil graag veel kool krijgen voor mijn preserved jars. En ik wil graag iron halen. Want daar kan ik misschien ook wel kegs mee gaan maken. En daar kan ik dan ook weer heel veel goud mee verdienen. Eigenlijk is het nog best wel goed gegaan in de mijnen, want je kan zien, ik zit toch al wel op level 59. Maar ja, het is al 11 uur 50 pm en ik moet eigenlijk al bijna de mijn uit. Dus ik denk, level 60 zit er niet in. Daar ging ik ook eigenlijk niet voor. Ik ging meer voor iron ore en voor coal. En zoals je ziet heb ik er wel aardig wat van gevonden. Ik wil het eigenlijk nog niet opgeven, maar ja, ik zou wel moeten. Ik moet gewoon terug naar huis, want ik wil niet weer flauw vallen. Nou, kijk eens aan, dit is mijn buit. Zoveel iron ore heb ik en zoveel kool, dus ik ben wel tevreden. Laten we eens kijken, wat heb ik vandaag bereikt voor deze laatste speldag? Kijk eens naar mijn farming, dat is gewoon al hartstikke veel goud. Dat gaat gewoon echt heel erg goed. Nog meer preserved jars erbij, nog meer kegs erbij. En dan moet je eens kijken hoe hard het met het goud zal gaan. Dan kan ik echt alles gaan kopen. Ik kan mijn keuken kopen, mijn barn, mijn stable, enzovoort, enzovoort. Ik hoop dat jullie leuke paardennamen voor me hebben. Ik hoop dat jullie leuke koeiennamen voor me hebben. En dan kan ik die daar ook uit gaan zoeken. Vind je deze serie leuk? Vergeet niet te abonneren. En dan zul je vanzelf weer de volgende aflevering hiervan zien. In de volgende aflevering ga ik deze zomerseizoen dan afronden. En dan gaan we ons klaarmaken voor de herfst. Dat wordt natuurlijk ook hartstikke leuk, hartstikke spannend. En natuurlijk veel plannen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.